20 jaar geleden voor zichzelf begon als een van de allereerste onafhankelijke televisieproducenten van ons land, had hij eigenlijk maar één droom. Amerika veroveren. Voor minder deed hij het niet. En afgelopen donderdag zat hij dan uiteindelijk in Los Angeles op een persconferentie naast de allerhoogste televisiebaas van CBS. En ik kan u verzekeren, dat is iemand. CBS is een van de drie grote networks in de Verenigde Staten. Los Angeles afgelopen donderdag, een zeer druk bezochte persconferentie. John de Mol in duidelijk gespannen afwachting van de dingen die komen gaan. En dan de hem als muziek in de oren klinkende openingswoorden van Mr. Moonves. Despite what ABC has said, they didn't drop out of the bidding, they lost it. And we're very excited about having this project. They wanted it right until the very end, as did a number of other people, and we are extremely excited about having made this deal with John de Mol. Amerika begint trouwens toch die Europese televisie iets serieuzer te nemen. Eerder al werd het Engelse programma Weekend Millionaires een grote hit in de States. En sindsdien denken ze daar, ja, toch eens even kijken wat zich verder nog op die Europese markt afspeelt. Clearly, television has now is going through a rapid change. People are looking for something different. With all due respect to Millionaire, it clearly proved that things can run from the other side of the Atlantic to us. That it no longer has to just be a one-way street going from here to there. John is one of the premier, if not the premier, broadcasting executive in Europe. And this show became an overnight sensation in Holland. It's about to begin a run in Germany, as well as they recently signed a deal with Channel 4 in Great Britain. John de Mol, net gekozen tot omroepman van het jaar. Juist ook vanwege dat ongekende succes van het aanvankelijk zo omstreden Big Brother project. In Amerika werd hij ontvangen als Europa's media tycoon number one. Het contract was nog niet ondertekend of je zag hem een uur lang live op de Amerikaanse televisie. Sinds kort bewoont hij een van de mooiste huizen van Nederland dat hij geheel naar eigen smaak en ontwerp in het Gooi heeft laten neerzetten. Maar het is zijn buitenhuis volgens wie hem zegt te kennen, want John's werkelijke huis is zijn kantoor, waar hij als het nodig is dag en nacht te vinden is. Vandaar dat we elkaar daar troffen, met nog vers in het geheugen dat enthousiasme van die CBS-baas die zoveel heil ziet in het 100 dagen laten opsluiten van een aantal Amerikanen, dat hij ook meteen maar 100 afleveringen bestelde. Een unicum in de geschiedenis van de Amerikaanse televisie. This is truly becoming an international event. And once again, CBS is extremely proud to be the American broadcaster of this show. So we have obviously a tremendous amount of excitement throughout the entire company. We plan on broadcasting the show beginning early July. The deal is for 100 episodes of programming. Endemol Headquarters in Hilversum. Volgens de een wonder van architectuur, anderen noemen het een ijspaleis. Er komt witte rook uit de schoorsteen, want er is groot nieuws. Een van de meest omstreden projecten uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie gaat de grens over. Als Big Brother een succes wordt in Amerika, dan staan de deuren niet meer op de kier, maar dan gaan de deuren wagenwijd open, want je kent het fenomeen in Amerika, als er eenmaal een succes is, dan trekken ze alles uit je handen. En dan wordt het voor zich leuk. Ik vond het soms wel eens jammer dat er niemand bij was, behalve dan twee, drie hele naaste medewerkers, die hebben mee kunnen maken wat de afgelopen 3 dagen in Amerika gebeurd is. Echt als een soort Michael Jackson werd ik van links naar rechts gesleurd. En het is een gevoel dat inderdaad moeilijk onder woorden te brengen is. Wij gaan er spijkerhard aan werken dat straks Big Brother nummer 1 in de top 10 van de ratings in Amerika komt. Het is een jongensboek. I think I feel today like the little country boy in the big city for the first time. Being, to be very honest, a little bit nervous about this whole thing. But on the other hand, I can say that this is also something like a dream come true. Ik bespeurde enige nervositeit voor het eerst sinds lange tijd bij je. Absoluut. Ik geneer me er niet voor om toe te geven dat ik 5 minuten voor die persconferentie begon bijna moest overgeven van nervositeit. Terwijl ik 3 weken geleden een persconferentie in Duitsland deed met 300 journalisten. En daar had ik totaal geen last van. En daar zitten er 60. En ik sta echt te shaken. Maar dit was je finest hour ook, hè? Dit is het. Ja, ik denk dat ik dat besef nog moet krijgen. Want ik heb in Amerika echt nauwelijks een moment gehad waarop ik even rust had om te beseffen wat er gebeurde. Want ik werd echt als een soort jojo van links naar rechts gegaan.
En in het vliegtuig was ik ongeveer bewusteloos. Dus daar is ook niet veel aan terugblikken gekomen. En je gaat meteen een uur in een talkshow daar. Hè? Meteen een uur lang. Live. John de Mol live. Ja, ja, coast to coast. Mr. Big Brother himself. Ja, ongelooflijk. Ja. Voor de concurrent, hè? Dat is ook niet te geloven, hè? Dat kan daar dus gewoon. In de Nederlandse verhoudingen zou dat veel moeilijker kunnen. Ja, maakt daar niet uit. Nieuws is nieuws. Ja. Ja. Wie jou kent, denkt dan, het gaat je minder om de deal dan om het feit dat hier iets zo groots tot stand gebracht is wat je zelf bedacht hebt. Absoluut. Dat zit in je hart. Absoluut. Die deal is natuurlijk fantastisch, maar voor mij tot in geen enkele verhouding tot het feit dat er een programma wat we 2,5 jaar geleden in een klein kamertje in Hilversum hebben zitten bedenken, daar nu zo groot wordt neergezet. Dat is echt een fantastische ervaring. De heren betreden nu de vloer in ieder geval. Dat is heel wat, hè? Geweldig. Daar heb je ze. Geweldig. Dat zijn ze! Ja. 1997. John de Mol en Joop van der Ende brengen hun bedrijf in gepaste, ontspannen sfeer naar de Amsterdamse effectenbeurs. Oké, iedereen, heren een beetje in elkaar. Niet te veel in elkaar, maar... Is het niet leuk als u bij Joop op zijn nek gaat zitten? Een beetje spontaan. Dat we een beetje, je gaat er van die saaie foto's. Oké, heren, daar gaan we, hè. John de Mol, de avond. Goedenavond. Hoe is het nou? Ik heb hier niets te melden vanavond. Er was dus niet altijd reden tot lachen. Er was het dramatische faillissement van de zender Sport 7 met Endemol als aandeelhouder. Een zwarte bladzijde, zoals er meer pittige tijden waren. Zo moest John in de begintijd meer dan eens financieel te hulp gesneld worden door zijn grote voorbeeld, Willem van Kooten, alias Joost de Draaier. Maar sinds Big Brother is alles anders. De Amerikanen betalen minimaal 40 miljoen gulden voor het programma. En dat is nog exclusief alle internetopbrengsten. In Nederland zijn alle voors en tegens nu wel voldoende aan bod gekomen met betrekking tot dit verbazingwekkende programma-idee, in vaktermen het format. Vervolgens is er een Engelse krant, hè, die toevallig op de kop tikte. Op de frontpage, op de voorpagina, staan al onze jongens uit Big Brother. Wat is er los? Ivo, het is niet te geloven. Ik kom op het vliegveld van Los Angeles aan om terug te vliegen naar Amsterdam. Wij lopen nog even naar een koffieshop om een kop koffie te drinken. En er zit een meneer aan een tafeltje met die bewuste pagina van die krant voor hem. En ik denk, ik zit nu in een candid camera programma van Ralph Inbar. Nu word ik in de maling genomen. En die zat dus dat artikel te lezen. En wij hebben heel voorzichtig gevraagd van, ja, we hebben iets met dat programma te maken. Mogen wij uw krant meenemen naar Nederland? Tegelijkertijd lees ik in De Focus, niet slecht Duits weekblad, hè, zeg maar topkwaliteit, Elsevier en meer zelfs, weer een enorme discussie of de Duitsers het nou wel moeten doen of niet. Hè? Het is, of, in Duitsland is het alsof de film van Nederland opnieuw wordt afgespeeld. De vragen in de Bundestag over het programma of dit wel kan of niet. Een aangekondigde rechtszaak van de Medienanstalt, dat is een soort commissariaat van de media. Het begint weer van vooraf aan. The funny thing is that, and I want to be very clear here, I'm talking about European politicians, because I have no experience with American politicians. But the funny thing about European politicians is that if somebody with a camera comes up to them and asks them a question about something they don't know anything about, they intend to give an answer. That means that okay. That means that politicians react on questions from the press about this show without ever seeing the show. Toch kan ik me maar steeds niet aan de indruk onttrekken dat je dit bedacht hebt, dat programma, omdat het ongeveer het ergste is wat jou zelf zou kunnen overkomen, hè? Nee, want als ik er nu op terugkijk, en dat meen ik serieus, ik zou er best 100 dagen in willen zitten. Ik geloof er geen barst van. Ja, absoluut. Op feestjes zit je graag in je eentje in een hoekje. Ja. Je hebt hier zeg maar een onoverkomelijk contact met mensen die 100 dagen bovenop je zitten. Dat is volgens mij iets wat je als heel onplezierig zou ervaren. Nou, misschien dat ik het wel als onplezierig zou ervaren, maar het lijkt me aan de andere kant zo'n enorme uitdaging om te kijken wat dat doet met jezelf, hoe je overeind blijft, wat het doet met je karaktervorming. Het lijkt me een buitengewoon adembenemende ervaring. Ja, maar jij kent je grenzen volgens mij al lang al. Nee, ik denk dat ik nog heel veel onbekende grenzen heb die ik in de komende jaren absoluut nog moet gaan uitvinden. Naast alle vreugde over de Amerikaanse doorbraak houdt de Mol aan twee zaken toch een gevoel van behoorlijke irritatie over. De eerste plaats dat er op een aantal financiële pagina's nog steeds gesproken wordt over de pretfabriek, terwijl het aandeel van de strak geleide multinational inmiddels tot astronomische hoogte is gestegen. En er wordt nu te pas en te onpas gerefereerd aan wat het voor hem persoonlijk betekent. Terwijl het, zegt hij, nog steeds gaat om de waarde van het bedrijf en dus om papieren geld. Maar irritatie werkt bij sommige mensen juist prestatieverhogend. Dat houdt je wel scherp. Ja, absoluut. Ja, kan je wel gebruiken deze zeker, dag. Want zeker. Dat was een van de eerste dingen die ik dacht. Ik denk, man, verkoop lekker dat format.
juichend terug naar huis, hoewel je niet iemand bent die heel lang van dingen kan genieten, maar dan toch even een paar dagen juichen en laat zij het lekker verder opknappen. Want nu ga je dus die gigantische zorg ook nog op je nek halen, want contract leuk, maar het moet nu dus ook nog wel een knaller worden. Absoluut, dit contract is leuk, precies zoals je zegt, en even bij stilstaan en vervolgens onmiddellijk krijg ik hoofdpijn bij de gedachte wat er allemaal moet gebeuren, want er moeten locaties gevonden worden, waar moet het huis gebouwd worden, de hele infrastructuur moet opnieuw opgezet worden. Je hebt te maken met unions in Amerika, cameramensen, technici, producers, redacteuren, editors, noem alles maar op. Wij zullen met een hele kleine groep Nederlanders, ik denk 3-4 mensen maximaal, daar de boel aansturen. En hebben dus een kleine 200 mensen nodig uit de Amerikaanse televisieindustrie, die daar dus bij komen. En daar moeten we een team van zien te smeden, wat straks dus 3 maanden lang rond en in dat huis die programma's gaat maken. Ja, die hoofdpijn wil je. Ja, graag. John de Mol, 44 jaar geleden geboren in het gezin de Mol, waarin 9 jaar na John nog een dochtertje geboren werd, Linda. Na de HAVO ging hij meteen werken bij de piratenzender Radio Noordzee. Daar haalde hij koffie voor Joost de Draaier en ruimde hij de plaatjes op. Hij trouwde tegen het advies van papa en op zijn 19e met Willeke Alberti. Zoon John Junior wordt geboren. John de Mol werd televisieproducer bij de Tros, om na een paar jaar alweer tegen het advies van papa in voor zichzelf te beginnen. Vooral omdat een eigen baas zelf zijn vakanties kan regelen. Maar daar kwam dus bitter weinig van terecht. Johns werkdrift is voor het bedrijf een geschenk uit de hemel. Het inspireert ook zijn medewerkers. Wie hier s'avonds om 6 uur het pand verlaat, krijgt regelmatig te horen: oh, nemen we een middagje vrij? Intussen is hij de grote man bij een beursgenoteerde multinational. En heeft hij tenminste 1 in vakkringen veelbesproken lichaamsdeel. De wallen onder zijn ogen. En dan te bedenken dat dit zijn eerste kantoortje was. Deze Hilversumse garage. Toen ik 25 jaar geleden in dit vak begon, was dit nou niet een vak waarvan je het gevoel had, als je daar nou maar in gaat, dan kun je ooit wel geld verdienen. Want het bestond nauwelijks 25 jaar geleden. Dat is wat iedereen vergeet. Hè? Iedereen die 25 jaar geleden zei, ik ga in die televisie, dat werd slechter betaald dan radio. Ja, absoluut. Het laatste waar je aan dacht, is dat je daar ooit enig comfort aan kon overhouden. Ja, toen ik bij de radio wegging, verdiende ik 4 keer meer dan ik bij de televisie verdiende. En dat heeft er niks mee te maken, want televisie maken is leuk en daarom doe je het. Ja. De winnaar blijft zitten en de ander mag als eerste, met alle egaars natuurlijk, weer het huis verlaten. Ja? Ja, ik snap het. Oké, okay, anders leg ik het zo nog een keer uit. Dat maakt mij niet uit. Ik ben een view. Moet het voor jou nog een keer? Dus de winnaar die blijft zitten? En de... Als ik het staan rollen. Houd toch op, man. Ik geloof inderdaad, als ik terugkijk, dat mijn keuze om na de HAVO gewoon alles in de praktijk te leren, en ik heb letterlijk alles gedaan, de studiovloer geboend, koffie gehaald voor de regisseur, scripts gekopieerd, weggebracht en weer teruggehaald. En ik denk dat het belangrijk is dat je dit vak kent vanaf die fases, zodat je altijd tegen anderen kan zeggen, kijk, zo moet het. Ja. Ik moet maar steeds terugdenken aan die garage waar je begon, 20 jaar geleden. Ja. Met 1 secretaresse, wel altijd een mooie film. Ja, was het mooie. Was wel een voorwaarde waarschijnlijk bij de sollicitatie. Nou, in die tijd hechtte ik daar nog waarde aan, alhoewel ik nu ook weer hele mooie heb. Ja. In die tijd, en dat is een misverstand over jou, waren de wallen er ook al. Sterker nog, ik heb eens even een foto van je vader goed bekeken. Die gaan wel altijd een beetje achter die donkere bril schuil, maar het is gewoon een erfelijke kwestie. Klopt. Het heeft niets met vermoeidheid te maken. Nee, ze worden wel ietsje erger en zwarter als er wat slaapgebrek is, maar 2 dagen goed slapen en dan zijn ze weer qua gewone omvang, zeg maar. Ja, in het bedrijf zeiden ze vroeger altijd, hij is, je kon heel goed voetballen trouwens, en daarom werd die vergelijking ook gemaakt, hij is een leider van het type Jan Wouters. Klopt. Hè? Nou zit je in de raad van commissaris van Ajax, is dat nog steeds een compliment? Jawel hoor, dat vind ik wel. Ik vind dat de voetballer Jan Wouters, want daar hadden we het in die tijd over, meer de vergelijking was. En de trainer Jan Wouters, dat is duidelijk, zit in een moeilijke fase. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Als je ziet wat er bij Ajax allemaal vertrokken is aan talent. En het feit dat Jan Wouters natuurlijk ook nog nooit een grote club getraind heeft. Zijn 2 combinaties die het heel moeilijk maken om dan overeind te blijven. Even terug naar L.A., want daar kwamen we nog iets aardigs te weten. Nu al zijn er programma's die in de Verenigde Staten door het Nederlandse bedrijf in co-productie gemaakt worden. Dat wil dus zeggen samen met Amerikaanse ondernemingen. Maar we horen opeens dat er nog veel meer op stapel staat. We just made recorded a show for Fox called Now or Never, hosted by Jerry Springer. So we are carefully trying to get in here.
if you allow us. Wie iets van John persoonlijk wil begrijpen, hoeft alleen maar naar dit schilderij te kijken. Hij kreeg het van zijn vrienden ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag. Twee geestelijk gehandicapte kinderen voor een draaiorgel. Dat draaiorgel staat voor de showbiz. De twee jongens, daar gaat het om. Die vertegenwoordigen alles wat John niet is. Ze leven zonder ambitie, ze leven naar het moment en ze kunnen lang, intens genieten. Allemaal eigenschappen die de gedreven John niet zijn gegeven. Zijn moeilijkste momenten beleeft hij dan ook als hij tijdens een jaarlijkse golftoernooitje zijn vrienden moet toespreken. Je organiseert één keer per jaar een golftoernooitje en dan staat er opeens een heel klein mannetje. Klopt, ja. Het gekke is dat hoe intiemer de kring wordt, hoe moeilijker ik het vind. Dat is heel raar. Daarom dacht ik dus juist dat je je nooit kon laten opsluiten. Dan heb je dus dat onverbiddelijke contact met iedereen. Jawel, maar dat is wat anders dan mensen toespreken. Ik blijf van mening dat ik het in ieder geval zou willen proberen. En misschien dat met mijn karakter het publiek, hè, want zo gaat het bij Big Brother, na 4 dagen al zei, die de mol moet er onmiddellijk uit, was een hele vervelende man. Is dat de eerste mogelijkheid na 4 dagen? Ja, na 4 dagen kan dat al. Ja. Maar ik zou het echt, en dat meen ik serieus, ik zou het willen proberen. Je bent dus gewoon een jaar te vroeg omroepman van het jaar geworden? Nou, ja, het had voor mij ook 2 jaar later mogen gebeuren, ja. Even wat minder roken en het leven is compleet, denk ik, hè? Ja, dat is nog één klein probleempje waar ik kennelijk nog niet genoeg karakter heb om dat af te leren. Uit alles spreekt een eindeloze wilskracht, dan ja. Moet het toch een sinecure zijn. Het rare is dat zodra werk de overhand krijgt, dat het een soort onderdeel van je manier is van werken, van je systeem. Ik geef het toe, het is een slapte, maar ik kan er nog niet van afblijven. Nee. Nou, we komen over 5 jaar terug om te kijken hoe het dan is. En dan zal je ongetwijfeld met een Amerikaans accent ons te woord staan. Een soort Barry Stevens-achtig type. Ja. Het is je gegund. Dankjewel, Ivan.